Mijn klantje is dus niet komen opdagen. Echt super vervelend. Lachen. Oh my god. Fout, maar heel leuk. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ga zo meteen eerst even wimpertjes zetten. En dadelijk ga ik mijn tattoo zetten. En daar heb ik echt super veel zin in. En ik ga jullie of course meenemen. Eerst ga ik eventjes omkleden en me klaarmaken. En mijn salonnetje even netje maken. Dus ik zie jullie zo. I am ready for wimpertjes. Ik heb nu al even dit aan. Het is gewoon mijn werkkleding. Gewoon een shirtje van de Bershka. Deze broek van de Coquette. En mijn zwarte Nike Air Max. Maar dadelijk kleed ik me gewoon om. Want vorige keer had ik lijm laten vallen. Dus ik draag nu alleen maar zwart. Als ik wimpers ga doen. Want ik wil niet weer dat het verpest wordt. Op camera komen ze niet zo heel fel over. Maar ze zijn echt heel fel. En I love it. Mijn klantje is dus niet komen opdagen. Echt super vervelend. Ze zei dat ze er tussen 8:45 en 9:00 zou zijn. Dus ik was om 8:45 stond ik al helemaal ready. En om 9:15 had ik haar een berichtje gestuurd van... Hey, het is al 9:15. Ik weet niet of ik het dan nog red. Omdat zij om 12:00 moest weer terug zijn om haar kindje op te halen. Dus we hadden maar een bepaalde tijd. Dus we moesten echt al... een beetje op tijd komen. En ze is gewoon niet komen opdagen. Ze heeft nooit gereageerd op een berichtje. Ja, daar kan ik best wel chagrijnig om worden. Te laat komen is niet erg. Laat het wel even weten. Als je niet meer kan, laat dat ook even weten. Want ik was gewoon al ready. Ik had gewoon lekker kunnen uitslapen. Weet ik het wel. Maar ja, daar baal ik wel echt heel erg van. Ik heb even sportkleren aangedaan. En ik ga zo meteen even wandelen. Mijn vorige vlog is trouwens niet zo leuk geëdit. Omdat... ik had mijn laptop opgeschoond en mijn Final Cut Pro is dus eraf. En dan moet ik weer opnieuw downloaden. Maar daar had ik Mike's hulp bij nodig, want ik wist niet zo goed welke ik moest doen. Dus ik heb met iMovie bewerkt. Alleen daar kan ik gewoon niet veel mee. Dus ja, die vlog is gewoon iets minder leuk geëdit. Ik ben er zelf niet helemaal tevreden over. Maar ik wil toch heel graag nog wel een vlog uploaden. Want anders was het weer veel te lang geleden. En ik vind het zelf ook niet interessant meer om een vlog te kijken van 3 weken geleden of zo. Dit is dus voor nu mijn outfit. Trui van de Primark. Mijn Adidas broek en mijn Nike Zoom. En mijn Fanny natuurlijk. Ik ben aan het wandelen. En bij ons achter heb je een mini boerderijtje waar ze alpaca's hebben. En ik wist dat er eentje was geboren. Maar ik zie nu nog eentje. De ene die geboren was was wit. En deze is een beetje bruin. En oh my god. Zo fucking schattig. Ah, ik wacht. Ik ga het laten zien. Daar ligt die. Ah. Wanneer heb je er nog meer? Ah, zo schattig. Oké, let even niet op mijn haar. Ik had het super warm. Het is best wel lekker buiten. Ik had geen zin om naar de winkel te gaan. Dus ik ga nu een eitje maken met tomaatjes en ui. We hebben ook nog aardbeien en daar heb ik ook zin in. Dus dan ga ik even lekker klaarmaken. Is mijn outfit voor vandaag. Ik heb een badpak aan omdat ik een open rug heb en daar ga ik een tattoo laten zetten. Ik heb mijn fanny pack, mijn broek van de Primark, dat is echt mijn lievelingsbroek. Mijn Gucci riem en een jasje van de Bershka. En Vince, wat is jouw outfit? Bamboeblazer. En een broek, maar het zit onder eigeel. Oh. Oké. Hij maakt het even vast. Kijk hoe bruin hij is vergeleken met ons. Die kop. Even lachen. Cheers. Voel het maar op. Nee, ik ben aan het filmen hoor. Bezig met een tattoo en Vince is het even beu. Dus we gaan een ijsje halen of een milkshake. Milkshake. Een milkshake. En ja, ik ben klaar met mijn tattoos. Ik heb deze uitgebreid. Die gaat helemaal rond. En ik heb op mijn rug een tekst. Ik weet nog niet hoe ik die ga laten zien, want het is op mijn rug.
En ik heb een pandmompje bij mijn enkel. En ik ben er super blij mee. Het was echt super snel klaar. En ik heb een bloemetje. Ja, Vince krijgt zo meteen een bloemetje. En ja, de pijn viel wel mee. Op mijn arm was eigenlijk het minst pijnlijk. Op mijn enkel viel eigenlijk ook wel mee. Nee, bij mijn rug. Een beetje bloed op je enkel. Ja, klopt. Maar die op mijn rug, hoe meer ik naar onder ging, hoe gevoeliger het werd. Toen was ik echt de hele tijd zo... zodat ik het zo min mogelijk voelde. Dus ja, ik zal nog wel vertellen wat de betekenissen ervan zijn. Maar wij gaan nu een milkshake halen. Ja. Ja. Mevrouw Scott, een melk. Nee, dat wil ik niet. Nee, hoor. Wauw. Dat is wel cool, Vince. Wow. Cool hoor. Ik heb dus drie tattoos laten zetten. Ik heb deze bij laten werken. Die zit er dus nu drie keer op. Maar ja, je ziet dus echt het verschil tussen de oude en de nieuwe. Maar ja, die is dus... bezig met genezen. Op mijn rug eentje, maar daar ga ik even een foto van laten zien. Want het is echt even lastig om zelf te laten zien. Er staat have courage and be kind. Ik vond het wel gewoon een mooie tekst. Ik wil heel graag gewoon een tekst op mijn rug. Ik kom er dus net achter dat die tekst komt van Assepoesterfilm. Echt heel grappig. Zoals het al zegt, het heeft gewoon een mooie betekenis. Het betekent moed. En het is heel erg belangrijk om moed te hebben in je leven. En be kind, wees vriendelijk. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen gewoon lief naar elkaar is. Dat je aardig bent. Dat kan niet altijd. Niet iedereen is lief of aardig of vriendelijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat als iemand vriendelijk tegen jou is, dat je het ook gewoon terug doet. En over het algemeen ben ik een heel vriendelijk persoon. Zodra jij gewoon aardig tegen mij doet, ben ik ook gewoon aardig voor jou. Ik kan een vooroordeel hebben van mensen, maar geef iedereen gewoon een kans, weet je wel. Als je gewoon aardig doet, vinden de mensen jou ook gewoon aardig. Ik heb een palmboompje. Ik wou hem eerst helemaal zwart, maar ik vind lijnen meer bij mij passen. Dus vandaar dat ik lijntjes heb. En I like it. Deze is gewoon lekker random. Ik hou gewoon heel erg van palmbomen. Dus ja, ik ben heel erg blij met mijn nieuwe tattoos. Ik heb ze laten zetten bij Tattoo Os in Klundert. En ik was voor alle drie de tattoos 120, 140 euro kwijt. Dat is heel erg goedkoop. Hij is gewoon niet zo duur. Volgens mij zijn we er al. Ja. Weet je, ze zeiden altijd dat het voelt alsof je een filmster was. En eigenlijk voel ik me ook wel een beetje zo. Gewoon puur door dat muziekje. Het is wel vet dit. Dit heb ik nog nooit eigenlijk kunnen bekijken. Ik heb nog nooit zoveel beenruimte gehad in de bios. Ik kan gewoon zo meteen gewoon zo gaan liggen. Ja, ik doe toch nog niet. Nou ja. Alsjeblieft. Goedemorgen. Hallo. Wow, dit licht is echt mooi hier. Check dit even. Het is vandaag zaterdag. En wij gaan zo meteen naar Rotterdam toe. Er is sale bij de Snipes. En ik had een paar schoenen gezien die nu voor 50 euro waren. Dus die wil ik heel graag halen als ze mijn maat nog hebben. En voor de rest weet ik nog niet zo goed wat we gaan doen. Waarschijnlijk naar de Game Hall. Je mag aanvallen hoor. Je hoeft niet op mij te wachten. Het is wel weinig. Voor 8,50. Maar wel gratis ijsje. Nou. Een trui van LA Sisters. Mijn gas tas. Persica broek. En nice. Ja. Wat zie je? Gefocust. Oh my god. We hebben nog nooit zoveel punten gehad. Oh my god. Dat is echt bizar hoeveel punten wij hebben. Oh my god. Ik ben echt blij met mijn nieuwe schoenen. En ze matchen met mijn blouseje.
Het is alweer de volgende dag. Het is al 2 dagen later. Ik heb gisteren niks gefilmd. En ik was eergisteren vergeten de vlog af te sluiten. Maar ik heb in Rotterdam nog wel wat dingetjes gekocht. Dus die wou ik nog even laten zien. Ik heb nieuwe villa's gekocht. En deze waren in de sale voor 50 euro. Dus ik kon ze niet laten liggen. En ik heb eerder villa's gehad, maar die waren kapot gegaan. En ik vond deze wel echt heel cute. En ik moest afkicken van de witte schoenen. En dat heb ik nu gedaan. En ik heb een bijpassend blouseje gekocht. Bij de Zara. Ik weet niet of je het goed kan zien. En wellicht hebben jullie die voorbij zien komen op Insta. En deze was 25 euro denk ik. En die vond ik dus super leuk. Ook wel een beetje bijpas. Hij is heel fout, maar heel leuk. Dit shirtje van de Zara met prinsessen erop. En ja, ik weet niet, het heeft gewoon wat. Ik heb vandaag niet zo heel veel van bijzonders gedaan. En ik ga dadelijk nog even wimpers bijwerken. En morgen ga ik op examen. Ik heb heel erg last van hooikoorts. Mijn ogen zijn ook een beetje dikker en rood. En ik ga zo meteen even deze video bewerken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende video.